Onrust over verslavingskliniek in Utrecht nog niet voorbij. En Kamer stemt dinsdag over kinderpardon voor Dennis. Goedemiddag. In het Amsterdam-Rijnkanaal bij Koten zijn brandweerduikers op zoek naar een auto die daar te water zou zijn geraakt. Het vermoeden bestaat dat er nog iemand in zit. De brandweer is gaan duiken nadat er een bandenspoor werd gevonden bij het kanaal. De omgeving is afgezet met linten. Wat er precies aan de hand is, kon de politie nog niet zeggen. Mogelijk is er een verband met een 62-jarige vrouw uit Koten die sinds gistermiddag vermist wordt. Als er nieuws is over de auto in het kanaal bij Koten, dan vindt u dat op onze website. Omwonenden van de verslavingskliniek van Victas in het centrum van Utrecht zijn sceptisch over de rust die hen wordt beloofd. Gisteravond werd bekend dat bij de vestiging in de ABC-straat binnenkort geen methadon meer aan verslaafden wordt verstrekt. Het uitdelen van het afkikmedicijn veroorzaakt veel overlast in de buurt. De gemeente wil daarom dat de kliniek daarmee stopt. Maar volgens de omwonenden zijn daarmee niet alle problemen van de baan. Dat er wat gedaan wordt. Ik denk dat het vertrouwen inmiddels zo gekrenkt is dat we eerst moeten zien voordat we geloven. Want er zijn zoveel dingen toegezegd die niet zijn waargemaakt. Dat, als je er niet vanuit kan gaan dat afspraken worden nagekomen, dan is het heel moeilijk om überhaupt hier te kunnen wonen en leven. De methadonverstrekking van Victas gaat vanaf 9 december terug naar de oude locatie aan de Tolsteegsingel. Het blijft voorlopig nog onzeker of de 8-jarige Dennis uit Utrecht in Nederland mag blijven. De Tweede Kamer heeft gisteravond nog geen beslissing genomen over de verruiming van het kinderpardon. Het parlement debatteerde nog tot laat over 300 kinderen die uitgezet dreigen te worden. Dennis uit Utrecht is daar één van. Staatssecretaris Steven wil de kinderen niet zomaar allemaal een verblijfsvergunning geven. Maar volgens de ChristenUnie probeert hij voorstanders van een soepeler pardon wel iets tegemoet te komen. Staatssecretaris liet wel een opening over in het debat. Die zei van nou, het wil niet zeggen dat al de mensen, al de kinderen die bezwaar hebben aangetekend, dat die ook worden afgewezen. Dus hij liet daar nog wel ruimte dat er alsnog kinderen mogelijk onder het kinderpardon zouden kunnen gaan vallen. Dus dat is een lichtpuntje. De Tweede Kamer besluit dinsdag definitief of er een algeheel kinderpardon komt. Het wordt dan vooral spannend of het plan de noodzakelijke steun krijgt van regeringspartij PvdA. De petitie om Dennis in Nederland te laten blijven is inmiddels al ruim 32.000 keer ondertekend. Brand bij broodfabriek Boboli in Bunschoten vanochtend. De brand brak uit in een oven. Toen de medewerker het vuur probeerde te blussen, werd hij door een ontploffing weggeblazen. Hij liep lichte brandwonden op aan zijn armen. De brandweer zette een hoogwerker in om te voorkomen dat het vuur zou doorslaan naar het dak. En had de brand daarna vrij snel onder controle. Inwoners van Houten worden uit hun slaap gehouden door een mysterieus gebrom. Klachten over het irritante geluid komen onder meer uit de wijken rond het oude dorp. Mogelijk produceren de onlangs geplaatste windturbines het laagfrequente gezoem, maar het kunnen ook UMTS-masten of de stadsverwarming zijn. De vereniging Houten Ligt Wakker is op Facebook en Twitter een zoekactie gestart. Er is topdrukte bij het Nibud. Volgens het Instituut voor Budgetvoorlichting in Utrecht zijn Nederlanders de laatste maanden meer dan ooit met geld bezig. Dagelijks leggen ruim 14.000 mensen hun geldzorgen voor aan het Nibud. Dat is twee keer zoveel als voor de crisis. Veel consumenten zitten te springen om budgetadvies. Het Nibud heeft daarvoor een vernieuwd rekenprogramma op de website gezet. Het is bijna zeker. Hoogstwaarschijnlijk gaat de gevangenis Wolvenplein in Utrecht over 2 jaar dicht. De buurt kan bijna niet wachten en zit vol nieuwe ideeën over wat er op die plek moet komen. Het Wolvenplein is een toplocatie midden in de Utrechtse binnenstad. De buurt weet daarom ook wel wat er met de plek moet gebeuren als de gedetineerden vertrekken. Omwonenden richten de denktank Stadsdorp Wolvenburg op. En dat leverde ruim 100 ideeën op. Misschien iets cultureels. En dat we ook nog een soort buurtcafé kunnen beginnen. En wat groentetuintjes. Ik zou willen dat het wat opener is, dat je naar binnen kunt en dat je ook je buurtgenoten, stadsgenoten kunt ontmoeten. Een deel zou hotel kunnen zijn, maar liefst ook wel iets van een horecavoorziening erbij. Genoeg ideeën dus, want de buurt kan wel wat reuring gebruiken. Een gevangenis klinkt namelijk spannender dan dat het is. Het is natuurlijk eigenlijk kun je geen rustiger buur wensen. Want je hebt er natuurlijk heel weinig last van. Vroeger hoorde je op zondag de gevangenen van cel naar cel schreeuwen. Nou, ik heb wel eens de politie achter in mijn tuintje gehad, omdat er iemand was ontsnapt. Maar eigenlijk is dat het meeste.
Het Wolvenplein ligt midden in de stad en heeft dus veel potentie. Via de weg of het water is de locatie goed bereikbaar. Maar wat het Wolvenplein ook wordt, het moet in ieder geval voor gezelligheid zorgen in de buurt. Ja, maar ik denk dat de buurt ook wel een beetje meer reuring kan gebruiken. Het is inderdaad een hele rustige buurt. Ik denk dat je dat ook wel een beetje wilt behouden. Dus misschien geen wilde feesten. Maar het mag wel wat verjonging plaatsvinden, vind ik. Ja, verjonging, dan denk ik al gauw aan studentenhuisvesting. Maar er schijnen ook ideeën te zijn voor een budgethotel in de oude gevangenis. We kijken nog even naar het weer. Vanmiddag is het droog en komt op sommige plaatsen de zon nog even door. Het wordt maximaal 5 graden. Ook vanavond en vannacht is het tamelijk veel bewolking nog. Het wordt niet veel kouder dan 2 graden. Tot zover deze uur vandaag. Meer nieuws vindt u op onze website en op de app. En ik zie u vanavond graag weer bij onze uitgebreide uitzending. Fijne dag nog.